Het Surinaams Museum, beheerder van de grootste collectie nationaal cultureel erfgoed, bestaat ruim drie kwart eeuw. Het directoraat cultuur wil de samenwerking met dit museum verbeteren, zei Clifton Braam onder directeur cultuur op 28 oktober bij de viering van het 75-jarig bestaan van het museum in Fort Zeelandia. Hij wil ook nagaan hoe de overheid kan helpen bij de voordrag van Werepai en omgeving als werelderfgoed. Werepai is een archeologische vindplaats in het zuidwesten van Suriname. Hoewel de stichting na 2014 geen subsidie heeft ontvangen, is Braam vastberaden de samenwerking weer op gang te krijgen. De regering is bereid om samen met de vakbonden de belastingsschijven aan te passen en een extra tegemoetkoming uit te keren aan personen in de onderste schijf. Deze aanpassing moet de extra uitgaven na de invoering van de gewijzigde BTW-wet opvangen. Gelijktijdig wordt gewerkt aan een integrale herziening van de BTW-wetgeving. Tijdens een overleg afgelopen zaterdag tussen een collectief van vakbonden en president Chandrika Prasad Santokhi is besloten om simultaan op meerdere trajecten te werken, waarbij technische teams zullen kijken naar concrete oplossingen om de extra kosten terug te geven aan de samenleving. En het meldpunt Informatie Anoniem, MIA, heeft vrijdag de MIA Blue Pakistan editie gelanceerd. In wezen gaat het om een groep Pakistanse reizigers die ruim een maand illegaal in Suriname vertoeven. Een Blue Alert is een internationale code die wordt toegepast bij het zoeken naar informatie over een verdachte. De Blue Alert Pakistan editie is gelanceerd vanwege het toenemende illegale gevallen. Het ongecontroleerd verblijf van deze groep Pakistanen kan potentiële veiligheidsrisico met zich meebrengen, gezien de uitdagingen en de noodzaak tot verscherping van veiligheidscontroles.